Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Ajax Career Mode. Vandaag gaan wij de kwartfinales van de Champions League spelen. En in de vorige aflevering hadden wij de wedstrijd tegen Lazio. En jullie hebben gezien dat we echt een gekke comeback hebben gemaakt. We zijn gewoon van die 2-0 achterstand teruggekomen naar een 3-0 voorsprong. En toen hebben we uiteindelijk dus gewoon gewonnen, als je gecombineerd gezien kijkt. En we zijn dus doorgegaan naar de kwartfinale. Jullie weten nog niet wie de tegenstander is. Ik weet het wel, dat gaan we zo meteen laten zien. Verder hebben we natuurlijk ook weer wedstrijden in de Eredivisie, maar meer simulatiewedstrijden. De één wedstrijd die we gaan spelen. Als eerste hebben wij dus een wedstrijd tegen PEC Zwolle. En ja, PEC Zwolle gaan we natuurlijk simuleren. Die zijn in het rechte rijtje. En we gaan echt lekker. We zijn momenteel eerste, gedeelde eerste plaats met PSV. Alleen hebben wij een beter doelsaldo. Iemand zei trouwens in mijn comments van, ja, je moet meer wedstrijden simuleren, want dan kan je kijken of je echt beter bent geworden. Maar ja, dat is niet leuk. Ik kan wel bijvoorbeeld alle wedstrijden alleen de top 4 spelen. Dat ik bijvoorbeeld alleen PSV AZ en Utrecht speel en de rest simuleer. Maar dat is natuurlijk geen bal aan. Dat is eerlijk. Iedereen, de meeste mensen willen gewoon dat je zoveel mogelijk wedstrijden gaat spelen. En ja, de slechte clubs, een beetje het rechte rijtje, dat is ook gewoon weer te overbodig om te spelen. Dus vandaar dat ik die wel simuleer. En in de Champions League wil ik wel alles simuleren. En iemand die gast zei toen ook van ja, dan wordt het te onrealistisch, want dan win je heel gemakkelijk. Maar ik heb dus, ik speel wereldklasse. En ik speel met sliders om het moeilijker te maken en de realistischer. Dus ja, het zal niet zo zijn dat ik in dit van Barcelona met 5-0 gaan winnen of zo. Ja, tegen Real Madrid toen wel met 4-0. Maar Real Madrid speelde ook gewoon op de een of andere manier heel erg slecht. En ja, dat kan eens een keer gebeuren. Bijvoorbeeld tegen andere clubs zoals Marseille hadden we het wel gewoon hartstikke moeilijk. Maar ja, ik ga wel gewoon even de kalender laten zien. En dan gaan jullie ook zien tegen wie we gaan spelen. We gaan nog gelijk alle tweede wedstrijden spelen. Het is namelijk Manchester City. En Manchester City is wel echt hartstikke goed gewoon. Die zijn wel echt gewoon een van de beste clubs ter wereld. En dit gaat sowieso heel erg lastig worden als we worden uitgeschakeld door City. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat je uit de Champions League ligt. Maar het is wel gewoon sowieso het meest realistische. En ja, City is gewoon echt goed. Als wij nu ineens winnen, dan zijn we echt gewoon de grote underdog. Maar we gaan het zien. Als eerste hebben we dus een wedstrijd tegen PEC Zwolle die we gaan simuleren. Dan hebben we City, die gaan we spelen. Dan hebben we Emmen, gaan we ook simuleren. Dan weer City spelen. Dan hebben we daar nog Vitesse die we ook gaan spelen. Vitesse staat dacht ik 7 of zo. Dus die gaan we lekker spelen. Ik ga nog even snel alle andere lotingen laten zien. Want dan kunnen jullie ook zien tegen welke club, gewoon hoe de andere wedstrijden zo zijn. Oké, hier zien we dus hoe de resultaten waren in de laatste 16. We zien dus dat Inter bijvoorbeeld PSG heeft uitgeschakeld. Leicester City is door. Barca is door. Liverpool heeft gewoon Real Madrid uitgeschakeld. Ja, Liverpool heeft ook gewoon 5 in totaal. Dus dat betekent misschien wel gewoon dat Real Madrid er niet heel goed seizoen had. Dat wij daarom ook gewoon met 4-0 wonnen. Verder de Bayern door. Wij zijn dus door tegen Lazio. Dat echt met misschien niet per se geluk, want we hebben gewoon een goede comeback gemaakt. Verder hebben we Juventus die Borussia Dortmund heeft uitgeschakeld en City die dan rustig langs Sevilla's komen. Dan heb je weer de kwartfinale. Nou, wij moeten dus tegen Manchester City. Verder heb je Leicester City tegen Liverpool. Je hebt Inter, Barça en Piemonte Calcio tegen Bayern. Kan ik ook nog even naar de Europa League snel gaan. Dat is misschien ook wel leuk. Hier zijn ook alweer hier. Ik kijk even vanaf hier. Ik kan wel even snel een beetje doorheen gaan. Ja, als jullie het wat beter willen bekijken, kunnen jullie natuurlijk gewoon de pauze drukken. Ik kijk gewoon een beetje snel. Even kijken wat jullie zien. Ja, op zich wel allemaal leuke clubs. Heb ik nou nog een Nederlands club? Oh ja, hier dus. Feyenoord is uitgeschakeld. PSV is uitgeschakeld. En verder is volgens mij nog een Nederlands club. Nou, ik zit in ieder geval niet. Die hebben dus de laatste 16 United gewoon door. Getafe, Wolfsburg, Atalanta, Lille, Wolverhampton. Ja, gewoon allemaal een beetje realistisch. Olympique Lyon tegen Marseille had je zelfs. Hier zijn ze ook dus ook in de kwartfinale. Bayern 04 tegen Atalanta. Getafe tegen Olympique Marseille. United tegen Wolfsburg. Lille tegen Wolf. Nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat United gewoon de Europa League gaat winnen. Want die hebben gewoon de beste kwaliteiten. Maar wij gaan dus de wedstrijd in tegen PEC Zwolle. Dit is het team waarmee we gaan simuleren. Ik heb een paar wissels zoals Schuurs, Iatade en Gravenberg. Omdat we hierna dus ook de wedstrijd tegen Manchester City hebben. Maar ook wel gewoon veel basisspelers. Ik wil niet te veel riskeren. Want we moeten gewoon elk punt pakken die we kunnen pakken. We winnen 4-0. Hartstikke lekker. Tadic met een hat-trick. Lekker jongen. En Anthony ook weer met een doelpunt. Dus hartstikke mooi. Dan hebben we 4-0 gewonnen. En ja, dan gaan we echt lekker. Dan hebben we dus zometeen een wedstrijd in de Champions League. We spelen wel eerst thuis. Dat is op zich wel mooi. Dan moeten we thuis. Ja, natuurlijk is het echt moeilijk. Ik weet ook niet echt of we door kunnen gaan. Ik heb het ook niet heel veel over te zeggen. Hier krijgen wij een transferbod voor Veldman van FC Bayern. Oké, wat gaan we doen? FC Bayern. Ja, het is wel natuurlijk iets. Ik ga het laten delegeren. Ik heb niet echt zin om te onderhandelen. Maar FC Bayern gaat hij misschien niet veel spelen. Maar alsnog, als hij zo'n aanbod krijgt, gaat hij natuurlijk op 1. Dus we gaan delegeren. Hij is 13 miljoen waard. Start de binding op 20 doe ik. Of 22. En ga niet lager dan 16. Of 17. Nee, ik doe wel 16,5.
En dan moet ze hierop beginnen en dan ga ik wel zien wat eruit komt. Misschien komt er niks uit, misschien komen mijn assistenten wel met een heel goed iets. Dus we gaan het zien. Sowieso als Veldman wordt verkocht, gaan we een nieuwe verdediger kopen, heb ik toen al eerder gezegd. En dat wordt dan waarschijnlijk Van Heusden, gewoon een goede verdediger uit België met wat potentie. Maar we gaan nog even trainen, we doen even trainingssessie 2. En gaat er nog iemand omhoog? Oké, Montiel gaat wel lekker. Des gaat ook wel lekker. Iatade ook wel redelijk. Ik had eigenlijk wel verwacht dat Iatade wat meer zou groeien. Tot nu toe pas één training omhoog. Dus het valt nogal mee. Maar we hebben dus zometeen een wedstrijd tegen Manchester City. We gaan gewoon met de beste 11 spelen. Hier krijgen we een transbod voor Madin. Daar gaan we ook op in. We zitten ook natuurlijk een beetje aan het eind van het seizoen. We krijgen nu veel transferaanbiedingen. Ja, hier gaan we wel van mee ook gewoon laten delegeren. 11 miljoen. En ik wil hier van start het op 23 miljoen. Even kijken hoor. En niet lager dan 17 doe ik, want hij is op zich nog wel jong, dan doen we dit. En ja, we gaan alleen, we kunnen later wel weer onderhandelen. We zitten nu dus ook gewoon een beetje aan het einde van de transferperiode. De clubs komen nu gewoon alvast op tijd met een aanbod en zo. Maar ik ga wel even de opstelling klaarzetten voor de wedstrijd tegen City. Oké, dit is de opstelling waarmee we gaan spelen tegen Manchester City. We spelen dus eerst thuis, het gaat lastig worden, maar we zullen zien hoe het gaat. Ik ga er nu heen en dan zie ik jullie daar. Oké, hier zijn we dan thuis tegen Manchester City in de Amsterdam Arena. En dat gaat natuurlijk gewoon een lastige wedstrijd worden. City is natuurlijk hartstikke goed. Ze hebben hartstikke veel kwaliteiten. En ik ben benieuwd hoe de wedstrijd gaat lopen. Ik hoop natuurlijk gewoon echt dat we misschien wel kunnen winnen. Maar ja, het ligt gewoon echt aan het spel van City. Het ligt eraan of ze een beetje hun dag hebben. Want als ze gewoon een goede dag hebben, ja, dan gaat het heel erg lastig worden. Of dat zo gaat zijn, dat zien we zo. Oké, hier hebben wij een vrije trap. We gaan hem gewoon nemen. Echt aan het begin van de wedstrijd hebben we deze al gekregen. Maar misschien kan het wat worden. Nou ja, oké, dit is wel echt zonde. Die vrije trappen weet ik eigenlijk gewoon nooit goed te nemen. Oké, hier zijn wij in de aanval met David Neres. Dat is echt een van onze eerste aanvallen. Misschien kunnen we dat mee afleggen. Misschien niet op Promes schiet maar. En die kan dan tegen de verdediger dan. Maar hier hebben we eigenlijk echt een van onze eerste kansen. Hoe heet het? City speelt op zich ook wel gewoon goed. Maar ze zijn nog niet echt heel gevaarlijk geweest. Hier is City dan op aanval. We zijn niet met Blind. En Blind is echt gewoon helemaal niet snel. Dus hij kan bijna niet bij die verdediger komen. Uiteindelijk geeft hij hem voor. En Onana, goede redding. En hier dan weer Onana. Lekker jongen. Hele goede voorzet hier. En die speler, ik weet niet wie het is. Voor mij Bernardo Silva. Die had niet eigenlijk gewoon kunnen scoren. Maar hij schiet hem dus gelukkig naast. Maar deze voorzet is echt heel goed hoor. Voor gevaar zorgen. Raheem Sterling. Hier weer een voorzet en kunnen we hem nu wegkrijgen? Oké, lekker. We gaan bijna dus de rust in. Nog één minuutje te gaan. Oké, we gaan nu al de rust in. Maar City is nu de laatste paar minuten, misschien het laatste kwartier, echt veel beter aan het voetballen. Ze begonnen gewoon redelijk aan de wedstrijd. Het ging gewoon gelijk op. Maar nu dit laatste kwartier is echt voor City. We hebben bijna geen kans gehad en City was gewoon constant op de aanval. Dus hopelijk gaat het niet zo door blijven gaan. Hopelijk blijft het gewoon niet zo doorgaan in de tweede helft. Want dan gaat het echt een zware tweede helft worden. Ja, hier is City op de aanval en Tagliafico was helemaal weggegaan. Want hij stond gewoon niet goed verdedigd. En ja, die buitenspelers van City zijn ook hartstikke snel. Hier zijn ze dus weer op een aanval. Zo, die speler komt overlangs twee verdedigers. En die dan uiteindelijk een schot die naast gaat. Maar dit was ook gewoon weer een goede aanval. En dan vooral deze actie. Ja, deze actie, jongen. Voor mij is het Angelino. Die gewoon echt langs twee verdedigers. Of nou, Donny van der Beek en nog een andere speler. Gewoon langs twee verdedigers van mij komt. Oké, hier hebben we op zich een goede kans en dan worden de spelers gewoon onderuit gehaald. Ja, we komen gewoon bijna niet door die verdediging van City. Ze hebben gewoon een goed team, goede verdedigers, goede tactiek en dat soort dingen. En we zijn er gewoon bijna niet doorheen gekomen. Nu kwamen we dus wel bijna door. Ja, ook gewoon weer een goede overtreding, want... Of gewoon een goede tackle, want het is geen overtreding. Maar hier is City dus weer op de aanval met op zich best wel veel aanvallers. Sterling hier, ik weet niet wie dit is. Ik heb geen tijd om te kijken. En hier dan, Blind. Oké, ik weet niet wat hier gebeurde, maar het heeft goed uitgepakt. Keeper heeft die bal in zijn handen. Oké, hier kunnen we wat goeds. Oké, dit is heel lekker gedaan. Schiet maar. En dan gaat hij hem gewoon naschieten. Promes, jongen. Kom op, hoe kan dit? Hè? Dit is gewoon echt de eerste goede kans die we hebben gekregen. En het is niet een gewone goede kans. Het is gewoon een niet normaal grote kans. Dit had gewoon 100% erin gemoet. En dan schiet hij hem gewoon naast. Oké, hier zijn we opnieuw in de avond met Lassina Traoré. Schiet maar. En zo, wat een redding. Oké, we zitten dus in de extra tijd van de wedstrijd en ik merk nu dat we echt sinds de laatste 10 minuten veel meer kansen hebben en echt beter aan het spelen zijn. Hier een paasje van Donny van de Beek. Oké, we zijn er op zich wat door. Misschien afleggen hier, schiet maar. En die gaat er gewoon in. Het is niet te geloven in de allerlaatste minuut, hè. De 92e minuut scoorden wij gewoon en daar staan we nu gewoon 1-0 voor. En ik zal misschien nu weer van die comments zeggen dat het misschien onrealistisch is of zo.
Maar ja, dat zou je kunnen denken natuurlijk. Maar ik kan er ook niet van doen. Ik kan moeilijk dit schot gewoon expres naschieten. Dat gaan we natuurlijk niet doen. En ja, dit is gewoon echt lekker. City, ja, ze speelden een beetje aan het eind van de eerste helft. Begin tweede helft speelden ze echt heel goed. En nu de laatste 10 minuten spelen ze eigenlijk niet meer zo goed. Ze zijn echt ingekakt. En wij zijn ineens gewoon echt goed aan het spelen. We hebben echt grote kansen gehad, zoals jullie net ook hebben gezien. En dan worden we nu dan ook gewoon beloond. En ja, we staan nu 1-0 voor. Het wordt echt bijna afgefloten. Wat ik vaak wel echt merk is dat ik tegen topclubs minder moeite heb dan tegen minder goede clubs. Bijvoorbeeld tegen Lazio ging het echt moeizaam. We hebben dan bijvoorbeeld wedstrijden tegen Gent of tegen Marseille waar het moeizaam gaat. Maar dan hebben we City en Real Madrid waar het eigenlijk een stuk gemakkelijker gaat. En ik heb geen idee hoe dat komt. Ik zou het ook echt leuk vinden als FIFA dat zou kunnen veranderen. Dat de lastige teams ook daadwerkelijk gewoon echt lastig zijn. Maar ja, dat is niks. Dat is gewoon nu niets aan te doen. In ieder geval, we winnen 1-0 de uitwedstrijd. Ja, het zal vast wel moeilijk zijn. Wie weet liggen we er dan alsnog wel uit. Wie weet gaan we wel gewoon door naar de halve finale. We gaan het allemaal zien. We gaan nu weer terug en we hebben zometeen de wedstrijd tegen FC Emmen. We hebben zometeen dus de wedstrijd tegen FC Emmen. En ik heb de opstelling alvast klaargezet. Dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Hierna hebben we dus die turn tegen City. En vandaar dat ik weer wat wissels heb in de basis heb gezet. Ik heb bijvoorbeeld Dest, Schuurs en Alvarez. Verder heb ik ook nog even kijken. Oh ja, Traoré in de spits. En met deze gaan we dus doen. En ja, alsnog verwacht ik gewoon dat we gaan winnen tegen FC Emmen. Verder heeft Atletico Bilbao geen overeenkomst kunnen bereiken over Marin. Dus dat betekent dat hij in ieder geval niet naar Bilbao gaat. Misschien komt er nog een andere club, dat hoop ik wel. Want ik wil hem eigenlijk wel verkopen, want we gebruiken hem gewoon helemaal niet. En dat geld komt altijd mooi uit. Maar ja, we gaan nu de wedstrijd in tegen FC Emmen. We gaan simuleren. We spelen uit. En ik verwacht gewoon dat we gaan winnen. We staan ergens onderaan. Even kijken wat het wordt. Oeh, het wordt 0-1. We winnen wel, maar het is echt een nipte overwinning. Tegen FC Emmen verwacht je eigenlijk wel wat meer. Maar ja, 3 punten zijn 3 punten, dus dat is helemaal mooi. Dan hebben wij dus zometeen de wedstrijd tegen Manchester City. Oeh, hier kregen we een bericht van Thalys. Ik schrok ook heel even dat hij zei dat hij niet blij was. Maar hij is gelukkig blij. We gaan nu even trainen en dan gaan we daarna dus verder simuleren en zo. Ik doe even training sessie 3. Wat ik dus ook al eerder zei, voor mij zei ik het in de vorige aflevering, dat ik dus Van der Meer wil gebruiken in een rail deal met Mitchell van Bergen. Dus die buitenspeler van SC Heerenveen. Want die gast is wel beter. Hij is nu al een hogere rating. En ja, dan kan ik eerder gewoon zijn potentie behalen. Op zich, ja, hij is wel al 5 rating omhoog gaan. Dus stel hij is aan het einde van het seizoen echt al best wel hoogste rating. Gewoon echt, hij komt in de buurt van die andere gast. Dan hou ik hem misschien. Maar dan moet ik nog even bekijken. Ik vraag me eigenlijk ook af hoeveel potentie hij heeft. Dat kan ik nu niet meer zien. Dat kan je alleen zien als hij nog ja, hoe heet dat? In het jeugdteam of zo zit. Als hij hier nog gewoon zit in de jeugdafdeling. Maar dat zit hij niet meer. Even snel nog aan kantoor toe, even beantwoorden. Nou, ik ben blij met het blablabla die ik krijg. Na speeltijd, nou helemaal mooi. Coach, ik sta misschien niet bovenaan het vervulling, blablabla. Nou, helemaal fantastisch. Even kijken, bewijs me dat ik je moet opstellen. Ja, hij staat sowieso op de transferlijst, dus ik weet niet waarom je dit soort vragen gaat stellen. Want je weet dat je te koop staat. We hebben dus zometeen de wedstrijd tegen Manchester City. Ik ga even verder simuleren, dan ga ik de opstelling klaarzetten. En dan laat ik die zo zien. We zijn hier dus aangekomen bij de wedstrijd tegen Manchester City. Nou, we zijn er nog niet, maar gewoon op de dag zelf. En dit is dus het team waarmee je gaat spelen. Voor mij is het gewoon precies dezelfde elf als de vorige wedstrijd. En hopelijk gaat het weer net zo goed. We staan dus eigenlijk 1-0 voor. En als we nu dus één keer scoren, dan hebben we natuurlijk het uitdoelpunt. En dat is op zich wel heel erg mooi. Maar ja, misschien gaat City wel hartstikke goed spelen en wordt het allemaal heel erg moeilijk. Ik ga nu dus naar de wedstrijd toe en dan zie ik jullie daar. Oké, hier zijn we dan bij de uitwedstrijd tegen Manchester City. En ik ben dus echt wel benieuwd hoe deze wedstrijd gaat lopen. De tijdwedstrijd ging op zich... sommige momenten ging het een beetje moeizaam. Sommige momenten speelden wij gewoon beter. Maar ja, we spelen nu natuurlijk wel uit. En thuis is gewoon de tegenpartij altijd wel wat beter als ze zelf thuis spelen. Dus ja, we gaan het zien. We staan 0-1 voor. En ja, we zullen aan het eind van de wedstrijd zien wie er is doorgegaan. Wij of City. Oké, hier zijn we erdoor met Sarago. Kunnen we scoren? Ja, dit moet toch een doelpunt worden. Schiet maar. En die gaat naast, jongens. Dit is echt niet normaal. We hebben te veel van dit soort grote kansen. Ook in de vorige wedstrijd toen. Zo'n goede kans. En dan schiet je hem naast. Ja, ook bij een voorsprong moet je schieten. Ja, geef die bal maar voor. En hier is City. En ze scoren. Dit is gewoon hun eerste kans. Wij hebben net ook zo'n grote kans, maar verplitsen het gewoon zelf. En eigenlijk hadden we ook gewoon 0-1 voor kunnen staan. Maar hier staan we dan 1-0 achter. We gaan de herhaling kijken. Sterling dus, die als eerst die bal wel voorzet, maar die kwam tegen een verdediger. Komt die bal alsnog bij de tegenstander terecht. Uiteindelijk paas hem dus naar Kevin de Bruyne. En Kevin de Bruyne, ja, die draait gewoon in één keer om. Schiet hem in één keer met de volley. En die zit er dan ook in. En dan staan we nu 1-0 achter. En is dat er nu gecombineerd gezien weer 1-1. David Silva.
En hier is City opnieuw en dan scoorden ze gewoon weer. City heeft echt gewoon maar een kans, een goede kans nodig op doel. Gewoon een schot. En ze scoorden. En ja, dit is eigenlijk gewoon het tweede goede schot van hun. Ze hebben natuurlijk wel wat kansen, maar verdedigen op zich best wel goed. Maar als ze er dan doorheen komen, dan scoorden ze ook gewoon gelijk. En volgens mij is het gewoon weer Kevin De Bruyne. Ja, het is weer gewoon De Bruyne. En Onana kan het jammer genoeg niet tegenhouden. En dan staan we nu met 2-0 achter. En nu moeten wij eigenlijk gewoon een comeback gaan maken. Want we staan nu achter. We zouden nu niet doorgaan als het zo blijft. Dus we gaan echt ons best doen. Hier een harde overtreding, maar ik hoop echt niet dat het een rode kaart wordt. Geef maar geel, maar alsjeblieft geen rood. Oh mijn god, dat wist gewoon een rode kaart. Dit is toch niet te geloven, hè? Nu staan we ook nog eens met 10 man op het veld en we staan al 2-0 achter. Kan het nog erger worden? We gaan hier eigenlijk kijken. Ja, we verliezen gewoon zelf die bal. Promes had dus die bal, hij was gewoon aan het dribbelen. Maar hij speelde die bal te ver voor zich uit, waardoor de tegenstander de bal veroverde. En dan slide die. En dan is het rood, en dit is echt heel jammer. We hebben pas een half uur gespeeld, we hebben gewoon een uur nog te gaan. En we moeten gewoon met 10 man verder. Kijk hier, de hele goede paas. En we zijn er nu zo goed als zeker door met Neres. Schiet maar gewoon. En dan wordt het weer gewoon tegengehouden. En hier is City opnieuw. En ze scoren gewoon weer. Wat is dit, jongen? City, jongen, als ze een kans hebben, dan is het gewoon een doelpunt. En volgens mij is het ook gewoon een hat-trick voor Kevin De Bruyne binnen een half uur. Ja, het is een hat-trick, hoor. Die commentator ook al zeggen. We staan gewoon 3-0 achter. Nou, ik weet bijna wel zeker dat we gewoon niet doorgaan naar de halve finale. Want City speelt echt deze return veel beter dan die uitwedstrijd. En dat komt misschien ook gewoon omdat ze nu thuis spelen. Maar het is gewoon weer Kevin De Bruyne. Ja, Kevin De Bruyne is natuurlijk ook gewoon echt een van de beste middenvelders ter wereld. En dan scoort hij ook gewoon weer een hat-trick. Wij spelen ook sowieso niet echt heel goed. We hebben natuurlijk ook 10 man. Dus het gaat allemaal niet zo heel erg lekker. We zitten hier in de tweede helft en ik was het helemaal vergeten om gewoon even weer eventjes te praten wanneer we in de tweede helft aankomen. Maar dat doe ik er nu even. We zijn dus alweer 5 minuutjes begonnen en ja, we staan 3-0 achter. Dat wordt echt lastig. Als ik heel eerlijk ben, denk ik ook niet meer dat dat gaat lukken. We zouden dan 2 keer moeten scoren om het weer gelijk te maken. Dan staat het 3-3. En ja, dan gaan wij dood op uitdoepen. Maar City speelt ook gewoon goed. Wij zijn ook nog eens met 10 man, dus het is sowieso lastig. Wat ik me ook nog even besefte, iets van 5 minuten voor de dus, is dat we nu, nadat Tagliafico dus tegen zijn nieuwe club speelt. Want Tagliafico gaat dus aan het begin van de zomerse transferperiode naar Manchester City voor iets van 40 miljoen of zo. Oké, hier zijn we nu bijna. Ja, we zijn er eigenlijk gewoon door. Saracho gewoon hartstikke snel scoort, alsjeblieft gewoon. Je moet het nu sowieso goed maken. Jongen, dit is niet te geloven. Saracho, waar ben je mee bezig, hé? Dit is gewoon zijn tweede mega grote kans die hij gewoon naschiet. En als het zo door blijft gaan. Ja, als het fun was, had ik je al lang gequicksold. Maar dit kan echt niet, hoor. Hier is City dan nog even en een hele goede redding van Onana. We zitten dus in de extra tijd van de wedstrijd nog 2 minuten te gaan. En het staat dus nog steeds 3-0 in de tweede helft. Geen doelpunt, misschien hier dan eigenlijk. Ja, hier valt hij dan 4-0 in de 91ste minuut. Maakt City nog even een doelpuntje bij. Maakt ze er even 4-0 van. En ja, we zijn eigenlijk best hard onderuit gegaan. En het is ook zo jammer dat we gewoon die rode kaart moesten pakken. Sowieso voor die rode kaart ging ik het ook niet echt heel lekker naartoe. Maar ja, die rode kaart hebben we natuurlijk ook niet mee. Sowieso, City speelde gewoon echt goed. Daar kan ik niks anders over zeggen. Ze waren gewoon echt goed. Maar ja, ons Europees avontuur houdt hier dan wel weer op. We zijn tot de kwartfinales gekomen. En volgend seizoen hoop ik misschien wel verder te kunnen komen. We gaan zien. Ik ga volgend seizoen gewoon natuurlijk de selectie verbeteren. En natuurlijk hebben we veel jonge spelers met potentie die alleen maar gaan groeien. Dus het team wordt sowieso beter. En hopelijk kunnen we volgend seizoen verder komen. Hoe heet het? Ja, het ultieme doel is natuurlijk wel om hem uiteindelijk te winnen. Maar of dat realistisch is dan, dat is ook weer de vraag. Dus het ligt gewoon aan. Koop gewoon jonge spelers. We gaan ze gewoon trainen. En we gaan gewoon zien hoe goed ze uiteindelijk worden en hoe goed ons team wordt. Maar we liggen dus uit de Champions League, jammer genoeg, volgend seizoen beter. Oké, hier zien wij de resultaten van de kwartfinales. Nou, wij zijn dus uitgeschakeld door Manchester City met in totaal 4-1. Verder is Liverpool doorgaan, die heeft Leicester City uitgeschakeld. Barca is door en Bayern. Dus Bayern München, Barcelona, Liverpool en City. Eigenlijk gewoon de hele linkerkant is door naar de halve finale. En ja, het zijn twee hele leuke halve finales. City is goed, Liverpool is goed, Barca is goed, Bayern is goed. Dus het wordt echt heel spannend daarin. En we zullen dan aan het einde van het seizoen zien wie hem gaat winnen. Natuurlijk hebben we ook nog eens de Europa League. Maar daar gaan we ook later nog even naar kijken. Oh, we hebben opnieuw een transferbod voor Marin. Daar gaan we even op in. Even kijken van welke club het komt. Van Leicester City. Oké, Leicester City zou misschien op zich wel een leuke club voor hem kunnen zijn. Zo, natuurlijk doet hij het bij Ajax niet echt goed. Dat is de Premier League natuurlijk wel een lastige stap. Maar we kunnen hem gewoon proberen te verkopen. Even kijken hoor. We gaan onderhandelen. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Hij is 11 miljoen waard. Ja, oké, hij is 11 miljoen waard.
En ik had toen bij Atletico Bilbao, had ik volgens mij gezegd dat ik moet beginnen op 22 miljoen en niet lager dan 17 miljoen. Maar dat is inderdaad ook wel erg veel. We gaan naar 18 miljoen kijken wat ze gaan zeggen van 18 miljoen. Het zou echt mooi zijn als ze het accepteerden, want die 18 miljoen kunnen we echt lekker gebruiken. Kijk wat ze zeggen, 12,3. Ja, 12,3 vind ik wel echt weinig. Hij is 23 jaar, heeft nog wel wat potentie. Volgens mij dat het 80 of zo, dus niet heel veel. Maar ja, alsnog. We gaan nu 17,5 miljoen bieden, kijken wat ze hiervan vinden. Oké, nice. De vertegenwoordiger van Leicester City is het ermee eens. En dat had ik eigenlijk niet echt per se verwacht. Ik had eigenlijk echt gedacht dat ze bij die 12 miljoen, 13 miljoen bleven. Maar ze zijn dus eens geworden. En ja, hij gaat nu gewoon onderhandelen over zijn contract. En wie weet komt hij tot een overeenkomst. En dat betekent dus dat Marin misschien wel naar Leicester City gaat. Verder hebben we nog steeds Velman, die dus misschien naar Bayern gaat. Zijn nog steeds bezig met onderhandelen. Het duurt echt lang allemaal. Maar we krijgen daar wel weer binnenkort een berichtje over. We hebben dus... Ik zie trouwens dat we in het kantoor al best wel wat dingen hebben voltooid. Ik ga even snel kijken. Maak twee spelers van de jeugdafdeling minimaal. Nou, we hebben er twee van de jeugdafdeling. Moet ik 10 algemeen beter maken? Dat ga ik sowieso niet halen. Want die Van der Meer heb ik nu al 5 omhoog. En die Sönkes, ik weet niet hoeveel ik hem omhoog heb. Maar ja, we hebben echt bijna geen wedstrijden meer. Nou, dit hebben we gehaald. We hebben dit ook gehaald. De knock-out fase binnen 3 seizoenen. De kwartfinale hebben we ook dus gehad. Oké, we hebben dus nu al iets behaald dat we binnen 3 seizoenen moesten doen. Verder winnen competitie. Nou, daar zijn we echt goed mee op weg. En ja, we liggen uit door de Oranje Beker of KNVB-beker. Verder houdt salarisverhogingen van spelers onder de 25%. Momenteel zitten we op 4%. Nou, dat is op zich ook best wel netjes. Maar even kijken wat we nog meer hebben. Dus we hadden nog Vitesse. Die zou ik dan moeten spelen. Willem II. Even kijken waar Willem II staat. Willem II staat achter. Die zou ik dan ook gaan spelen. Dan hebben wij verder nog... VVV en Fortuna. Ja, ik denk niet meer dat ik de wedstrijd tegen Vitesse ga spelen. Anders heb ik voor de volgende aflevering echt maar één wedstrijd. Dus ik laat het hierbij. We gaan wel nog even hierin simuleren. Dan hebben wij dus voor de volgende aflevering de wedstrijd tegen Vitesse. Tegen Willem II. En dan hebben we daarna nog de wedstrijd tegen VVV en Fortuna Sittard. Die we allebei gaan simuleren. Natuurlijk gaan we dan ook weer gewoon even alle statistieken en zo bekijken. Maar ja, we hebben dus gewoon nog maar 4 wedstrijden te gaan. En we staan eerste. Wel gelijk met PSV. Maar als we die 4 weten te winnen. Dan kunnen wij gewoon landskampioen worden. Nou, hier worden we ineens aan het kantoor gestuurd zonder enige reden. Maar ja, op zich draaien we een best wel goed eerste seizoen. We gingen een beetje moeizaam. We moesten nog een beetje alles onderzoeken. Kijken hoe de tactieken werken en dat soort dingen. Maar ja, ondertussen hebben we wel echt ons... ja, hoe noem je dat? Ja, gewoon op de rails of zo. We hebben alles op de rails. Zo noem je dat. Dat hebben we ondertussen wel. En die laatste 4 wedstrijden moeten we gewoon echt gaan winnen. Tegen Vitesse moet het wel lukken. Tegen Willem II ook wel. Maar... ja, even kijken, we krijgen hier bericht. Oké, Marin is verkocht, dus hij gaat dus naar Leicester City. We krijgen 14 miljoen volgens mij, dat is wel mooi. En even kijken. Oké, Joel Veldman gaat dus niet naar Bayern. Ik hoop wel dat er echt een andere club gaat komen. Idolife is hij namelijk ook naar Brighton gegaan. Dus ja, ik wil hem eigenlijk wel verkopen, zodat ik ook iemand anders kan gaan kopen. Ik ben de laatste tijd heel goed in vorm, bla bla bla. Nou, ik zal het overwegen, misschien dat ik hem erin zet en kijk dat dan wel even. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Jammer genoeg zijn we wel uitgeschakeld in de Champions League. Maar ja, City is natuurlijk ook gewoon hartstikke goed. Volgend jaar hebben we een nieuw Europees avontuur. En hopelijk gaan we dan weer heel goed. De volgende aflevering gaan we dus de laatste paar wedstrijden spelen van het eerste seizoen. Daarna gaan we gewoon weer lekker naar het tweede seizoen. Daar wordt de aflevering daarop. Gaan we gewoon weer allemaal spelers kopen. Ik heb sowieso al best wel wat spelers in gedachten. Er waren ook best wel veel tips achtergelaten door bepaalde mensen. Maar eigenlijk heb ik nu al spelers in gedachten. Sowieso wil ik Mohamed Kudus kopen. Want die is in real life ook naar Ajax. Verder wil ik Mitchell van Bergen gaan kopen. Goede speler. Voor de verdediging wil ik dus Van Heusden gaan kopen als Veldman wordt verkocht. En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt iemand. Verder komt iemand met Urzi en Barco. En nog iemand anders. Oh, van mij Almada. Dat zijn ook wel gewoon goede spelers. Maar ik geef sowieso voorrang aan Mohamed Kudus en Mitchell van Bergen. Want Mitchell van Bergen is ook al een paar keer voorbij gekomen. En dat is ook gewoon een Nederlandse speler. En ja, om een Nederlandse speler te halen, dat is gewoon extra leuk. Maar dat gaan we allemaal in de volgende afleveringen zien. Ik hoop dat jullie dit video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook het belletje aan, zodat jullie een melding krijgen wanneer ik in de FUT upload of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.